Omroep PNM heeft vrijdag geen Olon Award gewonnen. Het was de eerste keer dat Omroep PNM genomineerd werd voor een award bij de Olon, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen. Omroep PNM was genomineerd met de serie Het mooiste plekje van Pelemaas 2014 in de rubriek Crossmediaal. Dat wil zeggen dat de serie op alle mediakanalen, tekst, radio en tv uitgezonden is. De award in de categorie Crossmediaal werd gewonnen door RTV NOF over de ondergang en de herbouw van het kleinste ziekenhuis van Nederland. Verder won Omroep Venlo met het nieuws een award voor het beste tv-programma. De lokale omroep van het jaar werd... De lokale omroep award zijn de prijzen voor de beste publieke lokale omroepprogramma's. Inmiddels is de aanmeldperiode voor de nieuwe serie van Het Mooiste Plekje van Pelemaas geopend. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar redactie@pelemaas.com.